Goedenavond, het is 8 uur geweest en we gaan beginnen met de lancering van de vastgoed community, vastgoed mastermind. Welkom, dat jullie leuk dat jullie er allemaal bij zijn. Even kijken, de planning voor vandaag is dat wij de Q&A gaan doornemen zoals altijd over het financieren van vastgoed die enorm populair is. Vorige week keken er meer dan 200 mensen via YouTube en via Facebook. Super gaaf. Kijk, waardevolle vragen ik vandaag met jullie kan doornemen. De community, ik neem aan dat de meesten van jullie wel weten. We hebben een Facebook community, vastgoed Mastermind. En we hebben gemerkt, ik heb dat in overleg met Curijn, die oprichter is van de Facebook groep vastgoed investeerders. En Olaf, die oprichter is van Off Market Deals. We hebben een aantal weken geleden zijn we met elkaar gaan zitten online om te kijken van hoe kunnen we jullie nog meer waarde geven. Want we merken dat de Facebook groepen toch wel enorm een teringzooi zijn. Het is gewoon niet gestructureerd. En we hadden alle drie zoiets van we willen niet dat informatie achter gesloten muren blijft, willen we dat gewoon gaan delen. Dus Olaf heeft enorm veel waarde met die off-market deals. En Curijn heeft dat, je ziet dat daar de meeste vragen worden gesteld. Veel informatie wordt daar gedeeld. En in de vastgoed mastermind waar ik oprichter van ben, is het ook kennis en interviews die worden gedeeld. En ook de vergelijkingen die ik voor jullie heb gemaakt worden daarin gedeeld. We hebben met elkaar gekeken hoe we nog meer waarde kunnen delen. En zo kwamen we op de conclusie dat het interessant is om er een platform boven te plaatsen. Dus alle Facebookgroepen intact te houden, maar er een platform boven te laten hangen. Waar wel een vergoeding voor wordt gevraagd, zodat we daar een betaalde kracht op kunnen zetten die het kunnen gaan structureren. Dat je niet meer hebt van welke cursus is er nou super interessant voor mij? Wat zijn jullie ervaringen? Welk boek is nou interessant? Wat zijn jullie ervaringen met deze taxateur? We zien constant dezelfde vragen voorbij komen. Geef niet, maar het kan gewoon veel beter. En we gaan de off-market deals gaan we ook veel beter structureren. En de kennis ook. Eigenlijk alles wordt beter gestructureerd. En dat gaan we doen in een nieuwe vastgoed mastermind. Ik ga daarmee samenwerken met, ongeveer 40 mensen daarvoor benaderd. Dus eigenaren van Facebook groepen, die jullie dus kennen. Mensen die off-market deals aanbieden, makelaars, taxateurs, projectontwikkelaars, vastgoedcoaches en eigenlijk zei iedereen, er is niemand die zei wat een kut idee, daar ga ik niet aan mee doen. Dus zij dragen allemaal dit idee. Ja, en ik heb hun ook vooral nodig om het platform te lanceren. Want als die leeg blijft, net zoals wat in het begin gebeurde met de vastgoed mastermind groep, het duurde ongeveer 2 weekjes voordat die echt ging lopen. Dat zag je bij de anderen ook. Want het is een community, dus je moet het met elkaar moet je het doen. Dus weet in ieder geval dat ik zometeen het nieuwe platform voor een deel met jullie ga doornemen. Dan weten jullie in ieder geval wat de agenda is. En een stuk van de vastgoed cursus. Ik heb daar vorige week al wat meer over verteld. Ik heb vandaag, of ik ga vandaag, de cursus vastgoed financieren lanceren. En dat is dus een aanvulling op eigenlijk alle cursussen die er zijn. En de meeste die gaan globaal in op hoe je vastgoed kan financieren. En ik ga er dus een stuk dieper op in. We hebben al 2 live workshops met de maximale 30 man hebben die gegeven. En we hebben gekeken van wat is nou het meest waardevolle om online te gaan delen. Dus de cursus en we hebben daar live gemastermind. En wat het idee is, is om digitaal te gaan masterminden. En in die community
heb je een aantal groepen, dat zal ik zo met jullie delen, bijvoorbeeld over projectontwikkeling of investeren in Engeland. En voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn, dan kun je dus aanmelden voor zo'n mastermind. En dan wordt er dus regelmatig gemastermind. En ja, wat is masterminden? Nou, dat werkt zo dat je kan aangeven, ja, ik heb een bepaald idee of probleem waar ik tegenaan loop. En ik wil graag dat anderen gaan nadenken wat de oplossingen zouden kunnen zijn. En nadat je je vraag hebt gesteld en de anderen in dat groepje die hebben duidelijkheid gevraagd, zodat de vraag helder is, dan hou je vervolgens je mond en dan gaan de anderen in de mastermind die gaan oplossingen bedenken. En dan ga je dat opschrijven. Het is een soort van brainstormen, maar dan specifiek op een deel waar jij problemen mee hebt met betrekking tot het investeren in vastgoed. Dus weet in ieder geval dat we dat gaan faciliteren in die nieuwe community die dus vandaag wordt gelanceerd. Voordat ik de community laat zien, zal ik eerst wat vragen beantwoorden, zodat ik in ieder geval de waarde die ik wilde geven al vroeg in de avond heb gegeven. Wouter die stelt de eerste vraag. Dus weet in ieder geval via YouTube en Facebook kunnen jullie de vraag stellen. Ben je trouwens nog niet lid, nog niet geabonneerd moet ik zeggen op het YouTube kanaal. Doe dat dan zodat je in ieder geval dit soort waardevolle video's kan volgen. Wouter die vraagt hoe hoog moet het verzamelinkomen zijn voor consumenten die een verhuurhypotheek willen krijgen. Als jij een beginnende vastgoedbelegger bent, dus minder dan 5 panden hebt, dan kijken de hypotheekverstrekkers vooral naar jouw inkomen. Dan kijken ze ook naar je huidige hypotheek of daar nog ruimte op zit. Dus stel dat jij nu maximaal hebt geleend met betrekking tot je eigen woning, dan is er eigenlijk geen ruimte meer voor een verhuurhypotheek. Zo streng zijn ze. En bij de geldverstrekkers voor de professionals, dus als je meer hebt dan 4 panden, dan kijken ze vooral naar, kan dat pand zichzelf dragen, om maar zo te zeggen. Zijn die huurinkomsten een stuk hoger dan de last die eruit voortvloeien? En ja, dan wordt er niet meer zo gekeken naar toetsinkomen. Dus hoe hoog moet het verzamelinkomen zijn? Er is geen eenduidig antwoord op. Dus het is meer, ja, heb je voldoende ruimte nog om extra te lenen voor een verhuurhypotheek? Ja, en dat zouden we dan moeten doorrekenen. Een nuance is nog, stel je hebt een eigen huis van 2 ton en een verhuurhypotheek waar een lening op kan van 2 ton. Heb je dan een verzamelinkomen dat 4 ton aan hypotheek aan kan nodig? Stel je hebt een eigen huis van 2 ton en een verhuurwoning waar lening op kan van 2 ton. Heb je dan een verzamelinkomen? Dat laatste stukje, dat snap ik niet. Ik neem aan dat mijn algemene antwoord al voldoende is om jouw vraag te beantwoorden. En anders zouden we even specifiek naar jouw situatie moeten kijken, Wouter. Wil, die geeft aan met de 8% in het vooruitzicht, wat is de slimste move om te maken wanneer je voorbij je eerste pand wil groeien? Ja, wat er nu aan de hand is, dat er heel veel vastgoedbeleggers, waaronder ik, nog keihard op zoek zijn naar off-market deals of whatever. In ieder geval op zoek zijn naar deals. En wat je gaat krijgen, dat doe ik zelf ook en in mijn challenge die ik aan het vastleggen ben, met alle stomme fouten die ik aan het maken ben, of leerzame fouten, zo moet ik het maar zeggen, zie je dat ik in een emotionele bui, omdat ik ernaast te pis en dan hoor ik weer van de verkopend makelaar, Thierry, je hebt veel te weinig geboden, dat ik dan nog meer ga bieden op een volgende woning. Terwijl je dan achteraf dan weer denkt, kut, die had ik gewoon voor een paar duizend euro meer, als ik dat had geboden, had ik hem ook al kunnen krijgen. Dus ik kan me voorstellen, ik heb er in ieder geval last van, dat
dat ik nog meer te maken heb met die emoties van shit, ik wil hem hebben. Of shit, ik heb te weinig geboden. Ik heb er weer naast gegrepen. Dat dat nog erger nu is. Ja, en dan kun je redeneren van, hij gaat 6% omhoog. Maar als we met z'n allen klakkeloos maar 6% extra bieden omdat we haast hebben. Ja, dan slaat het dus weer nergens op. Dus hou daar rekening mee. En daar ben ik nu dus ook mee bezig met die fouten maken. Dus af en toe, dan het goede is, en dat is dus, dat heb je dus met zo'n community van ervaren vastgoedbeleggers om je heen, die de hele tijd maar terugtrekken van, wat ben je nou aan het doen? Je bent als een kip zonder kop, ben je maar gewoon aan bieden. En anderen die zeggen, joh, je hebt een schop onder je reet nodig, want je doet geen ene fuck. Weet je, dat je daar een goede balans in krijgt. Dat is het mooie van vastgoedbeleggers die je kunnen coachen als je in zo'n community zit. Mijn grote vriend Edwin die vraagt, hoe lang duurt een traject voor een financiering van start tot einde? Het ligt er aan of je beginnende vastgoedbelegger bent, dan duren de trajecten wat langer. Moet je rekening houden met een soortgelijk traject als dat je een eigen woning koopt. Dus als je bijvoorbeeld ondernemer bent, duurt het nog veel langer dan als jij simpelweg in loondiensten bent. Concreet antwoord op de vraag, hou rekening. Vooral in deze tijd, nu er enorm veel aanvragen worden gedaan, met zo'n 6 weken gemiddeld wel. Maar het verschilt dus per geldverstrekker hoe die achterstand is. En daarnaast ook de taxateurs, die hebben het nu rete druk. En degene die ik spreek, die zeggen gewoon, joh Thierry, eind december heb ik weer ruimte. Daar moet je rekening mee houden. Bij de professionele, de geldverstrekkers voor de professionals, zie je dat het, sommigen hebben 4 dagen nodig om je dossier te beoordelen. Dus dan is het heel erg afhankelijk hoe snel jij bent met het aanleveren van de documenten en hoe snel de taxateur is. Het kan best wel snel gaan. In deze tijd kun je nog een hypotheek binnen 3 weken wel regelen. Verder is, wordt er gevraagd, wat houdt die blauwdruk in die ook in andere video's wel eens naar voren komen? Wat wij zijn, onze achtergrond, als je kijkt naar de oprichter van de vastgoed Mastermind, wij zijn vastgoedhypotheekadviseurs. En waar we in gespecialiseerd zijn, is het regelen van vastgoedfinancieringen en het ophalen van bijvoorbeeld, om het zo te zeggen, je overwaarde vrijmaken om door te pakken met vastgoed. En wat we hebben gemaakt is eigenlijk een combinatie van een kennismakingsgesprek en gelijk al zorgen dat je in de startblokken staat om een pand te kopen. Heel veel hebben zoiets van, joh Thierry, is dit pand wat ik nu op het oog heb wel interessant om te kopen? Wat zijn de bijkomende kosten? Welke strategie is handig voor mij? En in zo'n voorbeeldpand, welke cashflow zou ik dan eigenlijk kunnen krijgen? Welke winst zou ik dan kunnen pakken? En met die strategie die we dan hebben doorgesproken, ja, hoe kun je dan verder doorpakken? En wat is de prognose? Hoeveel panden zou ik dan kunnen hebben? En hoeveel cashflow volgend jaar? Dus zo'n blauwdruk, dat begint met een afspraak inplannen en dat er documenten bij je worden opgevraagd, zodat er een gesprek op jouw persoonlijke situatie kan plaatsvinden. En vervolgens heb je een gesprek van ongeveer een 1,5 à 2 uur. En dan is het dus raadzaam ook om bijvoorbeeld een partner waarvan je zoiets hebt van, ja, die is nog erg twijfelachtig, die krijg ik niet mee, om dan zo'n gesprek met z'n drieën te doen. En vervolgens krijg je dus een gespreksverslag met die blauwdruk. Dus een traject van ongeveer 3 à 4 uur. En in die community heb je dus allemaal vastgoedbeleggers die daar ook ervaring mee hebben met het financieren van vastgoed, hoe het in hun situatie allemaal is gegaan. Ja, dan kun je dus ook die ervaringen weer uitwisselen. Dus zo'n blauwdruk, mocht je daar interesse in hebben, dan zou je kunnen kijken op de website www.vastgoedblauwdruk.nl. En dan zou je zo'n sessie kunnen inplannen. Eens even kijken.
Ronnie, die vraag: ik heb op 1 december een appartement van 86 vierkante meter op naam staan. Deze heeft een blokverwarming en komend jaar is er een ton gereserveerd om deze te vervangen. Kan het beste nu indexering maken en financieren in verband met vrije sectorpunten? Zo, die is lekker concreet er diep in. Eens even kijken. Ik heb op 1 december een appartement van 86. Oké. Okay. Deze heeft blokverwarming. Dus er is een ton gereserveerd om deze te vervangen. Dus vanuit de vereniging van eigenaren is er een ton gereserveerd om deze te vervangen, blokverwarming. Kan ik het beste indexering maken? Je bedoelt in verband met dat energieindex. De concrete vraag is, ik heb een appartement, de blokverwarming die komt eraan, die wordt vervangen. Hoe kan ik het snelst naar de vrije sector gaan? Dat is eigenlijk de vraag zoals ik hem... Ik ben hier niet in gespecialiseerd. Je zou Michel Klaassen kunnen vragen, die is hierin gespecialiseerd. En ja, wat betreft het financieren, ja, het is het meest interessante als je hem, als je eigen geld hebt, eerst in de vrije sector te krijgen, vervolgens te gaan taxeren. Want dan gaat die taxateur die gaat veel hogere huur opschrijven. Ja, en dan zou je dus ook meer kunnen lenen. Dus als die waarde in verhuurde staat hoger wordt ingeschat omdat jij hebt verbouwd. En er komt hoger uit dan de liberalisatiegrens. Ja, dan is het veel interessanter om hem dan te financieren. Als je hem nu gaat financieren, nu die nog onder die puntentellingen valt. Zo'n taxateur die kijkt heel erg naar de koopsom wat jij ervoor hebt neergelegd. En die gaat alleen maar controleren van, is het enigszins in verhouding tot. En als je hem nu verbouwt en over een half jaar laat taxeren, dan laten heel veel taxateurs die koopsom los. Het kan best zo zijn dat ze hem veel meer waard vinden. En dan heb je dus ook nog verbouwd. Dus dan wordt zo'n taxatierapport veel interessanter. Als je dan daar weer 80% van leent, dan heb je dikke kans dat je vrij weinig eigen middelen moet inleggen. Claudia die vraagt, hoe kom je erachter of een VVE bij een appartement gezond is? Het zijn wel veel algemene vragen, dus dan doen jullie een beroep op mijn algemene kennis in plaats van het financieren van vastgoed. Hoe kom je erachter of een VVE... Nou ja, dan is de vraag, kun jij een balans lezen? Je zou dus bij de verkopende makelaar kunnen vragen om het meerjarenplan van zo'n VVE. En daarin staat wat er nu in de kas zit, wat er jaarlijks wordt gereserveerd. En wat in het meerjarenplan allemaal aan onderhoud in de komende jaren valt te verwachten. Ja, dan zou je dus kunnen kijken wat er valt te verwachten. Volgend jaar, het dak moet vervangen worden. Zit dat in kas? Zo niet. Ja, dan heb je dus dikke kans. Die 65 euro bijvoorbeeld die je nu aan VVE-bijdrage hebt. Ja, je hebt dus kans dat dat volgend jaar 150 euro is. Dus ja, als jij niet weet hoe je dat moet lezen, ja, dan zou ik dus een aankoopmakelaar erin betrekken of een taxateur. Kijk, die taxateur die heb je toch nodig als jij een hypotheek wilt op het vastgoed. Dus dan zou je al een taxateur wat eerder in het traject kunnen betrekken. Ik ben voornemens om jou de opdracht te geven om te taxeren. Zou je alvast voor mij in de VVE-stukken willen kijken? Ja, en dan is het verstandig, dat zou ik in ieder geval adviseren, om niet te vragen of zo'n persoon dat gratis wil doen. Je hebt juist in je netwerk makelaars en taxateurs nodig. Dus vraag gewoon van, als ik jou inhuur om die VVE-stukken te beoordelen, hoeveel kost het dan? En als jij vervolgens er een taxatierapport van maakt, hoeveel kost dat? Zo ga ik in ieder geval met mijn netwerken om. Gewoon elk uurtje wat ze eraan spenderen, die betaal ik. En als ze dan toch al bezig zijn en ik ga dat appartement kopen, dat ze er dan nog wat extra uurtjes in steken en dan een voorwaardig taxatierapport maken. Zari die vraagt, is de overdrachtsbelasting van 8% nu definitief? Of wanneer wordt het definitief? Voor zover ik weet is het dus al... Is eigenlijk nog maar een laatste klap die erop gegeven moet worden.
En alle ervaren vastgoedbeleggers die ik nu spreek, die zeggen van ja, dit kan niet meer, dit zal niet meer worden afgekeurd. Dus 100% definitief is het nog steeds niet. Maar hou er maar rekening mee dat het zeker doorgaat. Ja. Het TC, sorry dat mijn camera af en toe heen en weer gaat. Het TC die vraagt, is het mogelijk om in Nederland te verhuren terwijl je in het buitenland woont? Ja, als jij binding hebt met Nederland, dus dat kan blijken uit dat je familie hier in Nederland hebt wonen, dat jij een Nederlands paspoort hebt, dat je een Nederlands bankrekeningnummer hebt. En ook heel handig, als jij al een pand hebt die wordt verhuurd in Nederland, dan staan ze daar zeker voor open. Dus het antwoord is ja. Nuance is, bijna niemand staat daarvoor open. Ja, hou daar wel rekening mee. Ja, maar heel veel geldverstrekkers staan er niet voor open. Patrick die vraagt, ik kan waarschijnlijk een off-market deal voor een goede prijs voor een woonhuis kopen. Helaas pas in januari of februari komt die beschikbaar. Hiervoor wil ik mijn overwaarde gebruiken, circa een ton. Op dit moment heb ik een hypotheek met NHG, dus moet die worden geherfinancierd. Ik denk dus aan drie delen, hypotheek, overwaarde, verhuurhypotheek. Ja, dus het eerste deel is gewoon je eigen woninghypotheek. Nou, die kun je dus intact laten. Je zou ook kunnen vragen om een boeterente om te kijken van is het interessant om hem nog over te sluiten. Ja, als je vervolgens een cash-out wil doen, zoals dat dan heet, dus je wil er geld uittrekken, dan zegt de NHG mag niet. Je moet dat geld gebruiken voor de verbouwing. Maar je zou dus wel kunnen zeggen van ja, ik trek mijn hele boetje bij mijn huidige geldverstrekker weg en ik ga naar een andere geldverstrekker. Maar als die boete super hoog is en we hebben doorgerekend dat je dat niet snel hebt terugverdiend, dan zou je kunnen zeggen van ik laat mijn hypotheek intact en ik plaats er een tweede hypotheek naast zonder nationale hypotheekgarantie. Dus dan is die wel wat hoger die rente. Maar who cares, want de rente op dit moment is gewoon relatief laag. Ja, dan zou je daar dus bijvoorbeeld een ton uit kunnen trekken, mits jouw inkomen hoog genoeg is. Het is niet zo van, ik heb een ton aan overwaarde, dus dat kan ik er zo uittrekken. Dat is een misverstand die ik heel veel hoor. Je moet wel zo'n hoog inkomen hebben, dat je die ton extra kan dragen. Nou, vervolgens heb je dat dus geregeld, of een oversluiting, of een verhoging met een tweede hypotheek bij je huidige geldverstrekker. En daarna ga je een nieuw pand kopen, die gaat verhuren en daar zet je inderdaad een verhuurhypotheek op. Dus je hebt helemaal gelijk, het worden dan drie delen of als je gaat oversluiten, dan zijn er twee hypotheken. Ja. Oh, er staat nog iets onder. Patrick die geeft aan, wij verwachten echter in 1 à 3, tussen de 1 en 3 jaar zelf te verhuizen. In hoeverre kan ik problemen verwachten met de financiering van ons nieuwe woonhuis? Dat is ook een leuke vraag. Ja, wat ik zei van ja, dan kun je eventueel gaan oversluiten als die boete meevalt. Ja, als je toch al voornemens bent om te gaan verhuizen, dan vind ik het zonde om nu dat rentecontract open te breken en daar dan een boete voor te betalen van bijvoorbeeld 8000 euro met de rekensom dat je dat over 3 jaar hebt terugverdiend. Ja, als je dan toch al gaat verhuizen, dan kun je met 0 euro boete kan je van je rentecontract af. Dus oversluiten is in jouw situatie dan niet interessant. En dan de vraag, in hoeverre kan ik problemen verwachten met de financiering als ik een nieuw woonhuis koop? Een half jaar geleden zei ik van, het is alleen maar mooi als je verhuurpanden hebt. Want dan zegt zo'n geldverstrekker, jij bent niet alleen maar afhankelijk van jouw inkomen uit dienstverband of winst uit de onderneming. Nee, je hebt het goed voor elkaar. Je hebt een risicospreiding gedaan. Je hebt nog 3 panden die worden verhuurd. Dus jij mag zelfs nog meer van ons lenen, want we houden ook rekening met een stukje winst uit die panden. Nu dat je ziet dat die verhuurhypotheken worden geregistreerd bij BKR, zie je dat sommige geldverstrekkers zeggen van je mag maar 3 BKR-registraties hebben en het interesseert ons niet of het negatieve of positieve BKR-registraties zijn. En positief, dat houdt in, er is eigenlijk geen zak aan de hand, maar we willen wel zien dat je verhuurhypotheken hebt. En negatieve zijn bijvoorbeeld, je hebt een keer niet betaald en dat is geregistreerd. Maar dat gooien ze dan op één hoop.
Dus hou er rekening mee dat als je een eigen woning hypotheek afsluit, dat ja, je er goed op moet letten welke geldverstrekkers zeiken of niet. En wij hebben dat goed in beeld, dus daar zouden we je goed bij kunnen helpen als hypotheekadviseurs. Ook voor de eigen woninghypotheek, ja. Eens even kijken. Nou, we zijn inmiddels alweer een half uur verder. Dus ik ga in ieder geval voor degene die zoiets hebben van... ja, fucker, ik zit nu mee te kijken om die lancering van die vastgoed mastermind te bekijken. Dus ik ga hem wat interactiever houden. De ene keer ga ik een vraag beantwoorden. En tussendoor laat ik ook de vastgoed mastermind zien. Dan heeft iedereen wat. Dan kom ik zo weer terug op de vragen. Ga eens even kijken of ik met jullie of ik het scherm kan delen. Eens even kijken. Of jullie dit kunnen zien. Ik heb op mijn mobiel heb ik YouTube ook aangezet. Dan kan ik in ieder geval zien wat jullie ook zien. En anders... oh, Marvin die is al aan het inbreken, zie ik. Top! Dan ga ik er nu van uit dat jullie... het scherm kunnen zien. Ja, Marvin geeft aan, het scherm is gedeeld, dus dan gaan we hem doornemen. Als jullie meekijken op de website www.vastgoedcommunity.nl, dan kun je mezelf ook bekijken. Dan kom je op deze website uit. Wat we hebben gedaan, nou, daar zijn de beheerders van de Facebookgroepen zijn het daar dus over eens. We gaan ze niet opheffen, maar we zien wel dat de Facebookgroepen zo zijn beperkingen hebben. Dus hebben we een overkoepelende community gemaakt. Ik zeg we, maar daar bedoel ik wel mee Thuishypotheken heeft dat gemaakt. En we hebben 37 samenwerkingspartners, waaronder de Facebook-eigenaar van vastgoedinvesteerders en off-market deals. Die hebben gezegd van ja, dit initiatief steunen we. En ik heb hun gevraagd van, zouden jullie dan de leden hier naartoe kunnen doorsturen? En nou, ik ben van de transparantie in dit vastgoedwereldje. Dat hebben jullie wel gezien aan die Facebookgroep die ik ben gestart zonder enige vergoeding te vragen. Vergelijkingen die ik heb gemaakt van de verhuurhypotheken, van vastgoedopleidingen, de vastgoedcoaches. En dat wil ik met deze community ook doen. Deze 37 mensen, dat bestaan uit coaches, opleiders, deal sources. Want het is ook gewoon waardevol om met deal sources te gaan samenwerken voor deze community. Want dat zie je ook. Ja, waar ik me aan stoor is dat er best wel veel troep over de balk wordt gesmeten. En daar wil ik wel wat verbeteringen in gaan aanbrengen. Dus ik ga goed met deal sources samenwerken. Hoe we de kwaliteit omhoog kunnen krikken. Nou is dat in deze tijd best wel moeilijk. Omdat we met z'n allen aan schreeuwen zijn om deals. Er is gewoon te weinig. Dus ja, hier dan heb je nu een deal met een bar van 4%. Ja, dat soort dingen gebeuren ook. Dus dit is een platform. Ja, ook gewoon voor de komende jaren. En je zal zien dat die markt ook nog wel eens anders zal zijn dan deze verhouding van geen aanbod aan woningen en heel veel vraag. Dus wat we in ieder geval gaan doen is een overzichtelijke groep. Die deals die gaan wij doorrekenen. Hou er rekening mee. Deze community die zijn we net gestart. Dus hou er rekening mee om maar even de verwachtingen niet te hoog te scheppen.
Als je aanmeldt, staan er niet gelijk 80 duws op je te wachten. Dus dit wordt langzaam gevuld. Dat zag je bij alle Facebookgroepen die we met z'n allen zijn gestart, zag je dat ook. Langzaam groeide die community. Ik heb niet voor niks die 37 samenwerkingspartners gevonden. Enerzijds omdat ik gelukkig een goede naam heb in de branche, dat ik vooral geef. Maar ik heb ook gezegd van, ik heb jullie nodig om hier een waardevolle community van te maken. En wat ik heb gedaan is, ik heb ze de helft van de contributie, die heb ik ze aangeboden. Dus om maar zo transparant mogelijk naar jullie te zijn, weten jullie in ieder geval hoe het werkt qua verdienmodel. En dat wil ik jullie ook aanbieden in de zin dat jullie, als je lid wordt van deze mastermind en je maakt iemand lid, dan krijg je een 20% vergoeding. En op het moment dat je in de positie bent dat jij heel waardevol bent, zodat je, zoals dat je een Facebookgroep hebt of een vastgoedcoach bent of dealsource, dan kan het oplopen naar 50%. En zo kunnen we er met z'n allen gewoon een gave community van maken. En ja, dan begint nu het passieve inkomen bij iedereen eigenlijk al. Niet alleen maar uit de panden. Nou, ze zitten alweer heel veel te ouwe hoer. Ik heb het jullie nog niet laten zien. Dus we hebben het gestructureerd. Want we zien bij die Facebookgroepen, elke keer worden weer dezelfde vragen gesteld. Dus je hoeft niet uren te gaan zoeken zelf. Maar we hebben het allemaal in onderwerpen opgesplitst. Die cursussen komen weer terug. Welke cursus de beste bij jou past. Daar zijn we dan onafhankelijk in. Ja, en het is dus niet alleen maar voor beginnende vastgoedbeleggers. We hebben juist de ervaren vastgoedbeleggers, die hebben we uitgenodigd voor dit platform. De mensen die cursussen geven, die coaching geven, die ondersteunen dit platform. Dus die nemen deel aan deze community. Dus er komen eigenlijk al gelijk zeer ervaren vastgoedbeleggers in. En taxateurs, makelaars, aannemers, projectontwikkelaars, die zijn uitgenodigd. Dus die community die zal zich snel gaan vullen met waardevolle mensen waar je dan mee wil netwerken. En wat we in de afgelopen workshops hebben gedaan, dat hebben we in februari hebben we dat gedaan. En de laatste twee workshops hebben we gemastermind. Nou, dat principe dat heb ik helemaal aan het begin van de avond al aan jullie uitgelegd. En dat gaan we dus structureel gaan we dat doen. Beginnen met de één keer per maand. En moeten we even kijken hoe snel het groeit. Hoeveel vraag er naar is. En in eerste instantie ga ik dat zelf coördineren, omdat ik regelmatig mastermind. En later kunnen we dat anders gaan doen. Ik heb meer dan 20 dealsources heb ik als samenwerkingspartners uitgenodigd. En voor hun is het dus interessant om de deals bij ons te plaatsen. Omdat het enerzijds gestructureerd is, maar anderzijds ook, het is interessant om hun netwerk hierin te plaatsen, omdat zij een vergoeding krijgen per lid die hier op dit platform komt. Die community die is in eerste instantie nu opgedeeld in allemaal boards. Dus het netwerken wat hier kan. Dus dat staat even los van het masterminden. De ervaring die gedeeld kunnen worden over geldverstrekkers en makelaars. Ja, en dit is gewoon enorm waardevol. Want als jij al gelijk ziet dat de 5 ervaren vastgoedbeleggers goede ervaringen hebben met een bepaalde aannemer, scheelt jou dat gewoon zoeken. En hoe voller deze wordt, dan gaan we die ook opsplitsen in provincies, zodat het nog sneller gaat. De crowdfunding platformen. Ja, waar staat er nou hoe de ervaringen zijn geweest met mensen die al hun vastgoed hebben gefinancierd via zo'n crowdfunding platform? Hier gaan we dat dus plaatsen, zodat je eigenlijk gewoon een goed stappenplan hebt hoe je zelf welk crowdfunding platform het interessantst is voor jou op basis van de ervaringen van andere ervaren vastgoedbeleggers. Ja, jullie zien het hier al wat er allemaal komt en hier ook.
die mastermind groepen die zijn in eerste instantie opgedeeld in de mensen die projectontwikkeling willen doen, dus transformaties, zich bezighouden met investeren in Engeland, Spanje, Duitsland. Short stay, nou hier, en we gaan dus nog meer van dit soort mastermind groepen gaan we dus ondersteunen. Nou, dit is meer de vraag, ja, wat houd je tegen om dit te gaan doen? Je verder te netwerken online. Dus check de website www.vastgoedcommunity.nl. We hebben de beoordelingen van de laatste mastermind sessies hebben we dus opgezet wat ze daar van vonden. De deal die wij vanavond willen aanbieden is dat je lid kan worden van die community voor €30 per maand. En als je er geen zak aan vindt, nou, dan zou je dus na een maand zou het kunnen opzeggen. Dus ook weer in de zin van transparantie. Check of je het waardevol vindt. Hou er rekening mee dat die nog niet is volgestouwd. Dus dat we in de beginfase zitten. Vandaar dat die prijzen ook zo laag zijn. Zodat de verwachtingen in verhouding staan tot de prijs. Ja, en hou er dus ook rekening mee dat die prijs hoger gaat worden naarmate er... naarmate die waardevoller wordt. Ja, en dan kun je denken van, sodemiet erop met je prijsverhoging elke keer. We hebben nu een instapprijs van gemaakt, zo laagdrempelig mogelijk. Maar we laten je wel mee profiteren. Dus als jij iemand anders, als je enorm enthousiast bent, net zoals met die Facebookgroepen. We zagen dat er heel veel leden bij kwamen die waren uitgenodigd door bestaande leden. Alleen nu krijg je daar een vergoeding over. Dus je krijgt 20% van deze bedragen krijg je toebedeeld. Dat gaat allemaal automatisch. Dus ja, super gaaf. En als je zegt van ja, het vertrouwen heb ik wel in Thierry. Dat die heeft de afgelopen maanden laten zien dat hij kan geven op basis van wederkerigheid. De gratis interviews, de gratis Facebookgroep, de gratis vergelijkingen die ik heb gemaakt. Dus ja, je kan je wel voorstellen dat wanneer jullie mij een vergoeding gaan geven, zodat ik hier collega's op kan zetten, dat ik zeker weten ga presteren om hier de meest waardevolle community van te maken. Want we hebben gewoon jullie als vastgoedbeleggers nodig, die input. We kunnen wel heel veel gaan maken, maar als het geen community wordt, dan slaat het nergens op. Als je dat vertrouwen hebt, dan geven wij 2 maanden geven wij gratis. Dus dit is wat betreft de community. Dus dan zie je per maand en per jaar. Dus hier kun je inschrijven. Dus ik zou zeggen, doe dat vanavond. Dan heb je in ieder geval de beste instapdeal te pakken. En dan kom ik bij jullie terug met wat vragen die ik ga doornemen. En daarna zal ik ook de website doornemen met die affiliate, hoe dat werkt. Om jullie te belonen voor de inzet die jullie dus tonen om deze mastermind nog groter te maken en nog succesvoller. Dus even kijken, we waren bij de laatste vraag van Patrick gebleven. Arjen die stelt de vraag, hoe zie je de beleggersmarkt in 2021 nu de overdrachtsbelasting naar 8% gaat? Samen met de bijkomende kosten zei je dan na aankoop al 10% in de min. Is het beleggen in vastgoed dan nog wel interessant? Ja, goede vraag Arjen. Ja, dan pak ik maar eventjes een referentie erbij, hè, want zo doen we dat altijd. We gaan het vergelijken of terug in de tijd, hoe het in Nederland is gegaan. Nou, dan zou je kunnen zeggen van Nederland wordt niet groter.
Dus qua land bedoel ik dan. En qua bouw lopen we enorm achter. Extreem lopen we achter. Dus ik kan me voorstellen dat er een correctie kan zijn. Dat beleggers, vastgoedbeleggers zoiets hebben van... ik pak nog even een eindsprint en in januari, februari tot aan mei doe ik rustig aan. Als je kijkt naar bijvoorbeeld niet het verleden, maar naar Engeland, waarbij de overdrachtsbelasting ook is veranderd, zag je daar een dip. Maar na een half jaar, toen was het gewoon weer op een hoogtepunt. En eigenlijk is dat mijn verwachting ook. Als je gewoon puur kijkt, even los van de tarieven. Want als je buy and hold doet, dat is in ieder geval mijn strategie. Hè. Ik ben jong en ik ben voornemens om die woning gewoon aan te houden en over te dragen aan mijn kinderen. En af en toe verkoop je er eentje omdat je goed kan cashen. Of omdat het een rukwoning blijkt te zijn. Dan kan je gewoon redeneren. Zo'n pand qua waarde wordt gewoon meer waard over een periode van 50 tot 100 jaar. Als je hem overdraagt aan de kinderen. En als je dan kijkt naar die 6% verhoging. Dan valt dat wel mee over zo'n periode. Dus ja, ik doe het voor de lange termijn. Dus... Dat nu dat tarief dan omhoog gaat, dan heb ik niet zoiets van, tot en met 2020 is het interessant om te investeren in vastgoed. En daarna niet meer, want dan sta je al 10% in de min. Ja, zo werkt dat met vastgoed. Het nadeel is, je gaat enorme kosten maken. En dit is echt een lange termijn strategie, Rajesh, die heeft een probleem. Een probleem die ik ook heb, want ik zie hem al. Ik wil een vastgoed verder, alleen mijn vrouw staat niet achter mij. Ze is bang voor de gezonde schulden. Alles volgens mij goed uitgelegd. En dat we geld overhouden als we alles betaald hebben. Wat moet ik doen? Help. Ja, als je kijkt op die website vastgoedcommunity.nl, dan zie je in de beoordelingen van de video's zie je een soortgelijke situatie... waarin een van de personen die bij het mastermind was, die zegt precies hetzelfde. Ik ben hier naartoe gekomen en mijn vrouw die vindt dit doodeng. Ja, mijn vrouw, Desiree, die vond het en die vindt het, nu nog steeds, ik kan het niet goed praten, die vindt het doodeng wat ik allemaal doe. Dus laat staan toen ik brulde op social media dat ik in een aantal maanden 12 panden wilde kopen. Ze vond het al eng dat ik überhaupt ging ondernemen. Maar jullie weten hoe ik nu inmiddels al een beetje ben. Ik moet juist teruggefloten worden en afgeremd. Dus voor mij is het goed om een vrouw naast me te hebben die mij scherp houdt. En elke keer weer vraagt om uitleg. Dus enerzijds moet ik het simpelweg gewoon uitleggen. Maar ik moet het ook enorm goed onderbouwen waarmee ik kom. En als ik het kan onderbouwen richting mijn vrouw Desiree, dan weet ik bijna zeker dat ik het kan onderbouwen richting bijvoorbeeld een private lender of een geldverstrekker. Dus af en toe is het even kut, maar ik zie nu wel in dat voor mij is het enorm goed. En Rajesh, heel veel vastgoedbeleggers hebben hiermee te maken of ik nou mannen of vrouwen spreek. Ik denk de helft van de vastgoedbeleggers heeft hier wel mee te maken dat de partner het eng vindt. En dat is waarom ik dat voorbeeld ook noemde van die vastgoedblauwdruk. Dat je een gesprek hebt met een van onze collega hypotheekadviseurs. Die blauwdrukgesprekken doen we vaak met z'n drietjes. Dus die partner die het spannend vindt, die krijgt dan van een expert te horen hoe het werkt. Nou, en de collega's waarmee ik werk, het zijn niet voor niks mijn collega's, die werken op dezelfde manier als ik. Als ik het geen goed idee vind dat jij gaat investeren in vastgoed, omdat je een matige financiële situatie hebt, regelmatig raden we het ook af. Dus en als je dat dan vertelt waar je partner bij is van hij gaat niet alleen maar met mijn man mee ouwe hoeren en ons overhalen, maar hij kijkt er gewoon goed naar. En als je daarmee begint en vervolgens noem je allemaal redenen waarom het wel interessant kan zijn, dan kun je daar gewoon goed over nadenken met z'n tweetjes. En dan voorkomt heel veel gezeik later in zo'n
Vastgoed Journey. Ja. Succes, Rajesh. ik voel het helemaal. TC die heeft opnieuw een vraag. Worden recreatiewoningen ook tegen normale voorwaarden gefinancierd door geldverstrekkers? Het antwoord is nee. Ik ga in die cursus vastgoed financieren. Ga ik ook nog een stuk module opmaken over het financieren van recreatiewoningen. Dat doe ik in samenwerking met Nick Koppendraaier. Die heeft de cursus, moet ik hem uit mijn hoofd doen, B&B verhuur. In ieder geval iets met B&B verhuur in de URL. Ik heb hem ook geïnterviewd. Samen gaan we goed kijken hoe we jullie zoveel mogelijk kennis kunnen verschaffen over het financieren van recreatiewoningen. Hij heeft een cursus gemaakt over überhaupt hoe het werkt met recreatiewoningen kopen en verhuren. Nou, wij zijn financieringsspecialisten, dus we gaan goed kijken hoe we elkaar daarin kunnen aanvullen. Het antwoord is nee. Kan het wel? Ja. Maar dus niet onder die normale voorwaarden. Dus je moet erop rekenen dat je gewoon tegen vette hoge huren, hoge rentes gaat lenen. Dat is één, hoge rentes. En dan moet je denken aan tussen de 6% en 9%. En dat je enorm veel eigen middelen moet inleggen. Dat geldverstrekkers niet gaan tot 90% of 80%. Maar tot 70% of 60% van de waarde in verhuurde staat. Daar staat tegenover dat je dus ook meer winst kan maken. Dus ja, het is wel interessant om recreatiewoningen te verhuren. Als je ook nog wat normaal vastgoed hebt, dan is het een mooie risicospreiding, zeker. Ik heb ook wat leuke nicknames ertussen staan op YouTube. Social number 9, die vraagt, Thierry, heb je ook ervaring met het vrijmaken van overwaarde als je sinds 1 jaar een eigen bedrijf hebt met te weinig omzet voor het verhogen van de hypotheek, maar wel veel potentie hebt voor de komende jaren? Ja, ik doe dit werk nu 12 jaar, dus ik heb hier enorm veel ervaring mee. Wat kun je dan? Ja, dit is niet zo'n probleem als je een vastgoedfinanciering gaat aanvragen, maar het is wel een probleem, en dat vraag je dus ook, als je overwaarde wil opnemen uit de eigen woning. Ja, dan, als jij die ton extra wil opnemen, ja, dan moet je wel degelijk daar hoog genoeg inkomen op hebben. Dus het antwoord is moeilijk. Want als je zou zeggen van, ik heb maar één jaartje, maar ik heb wel een super goede winst. Dan kunnen we er wel wat mee. Maar nu zeg je dus twee dingen. Ik ben pas 1 jaar voor mezelf in plaats van 3 jaar. Dus daar doen ze al moeilijk over. En dan zeg je ook nog, ik heb weinig omzet. Nou, met omzet, dat zegt mij niks. Hè, want het gaat om winst wat ze willen zien, niet omzet. Maar als die dan ook nog matig is, dan doen ze daar niks mee. En ja, dan kunnen we wel met prognoses komen van, ja, maar wij denken dit en dit en dit. Daar doen ze pas wat mee wanneer jij nu 1 goed jaar laat zien. En dan ook nog eens een prognose. Dan staan ze er wel voor open. Dus ik kan het niet mooier maken dan dat het is. Als je echt heel creatief wil zijn, dan zou je kunnen zeggen van, ik ga tijdelijk van iemand lenen. Maar ik zou je dat niet aanraden. Dat moet je echt doen als je ervaren vastgoedbelegger bent en goed de risico's kan inschatten. Want als die woningmarkt omflikkert of er gebeurt van alles, ja, dan ben jij een van de meest kwetsbare van ons allen. Dus ik ga je dat niet actief adviseren. Stefan die geeft aan, ik vind het zelf erg lastig om goede off-market deals in Noord-Holland te vinden. Hoe komen jullie aan panden op dit moment? Stefan, ik vind het ook super kut om aan deals te komen op dit moment. Ik had het eerst met geld. En in die challenge heb ik dat ook allemaal vastgelegd. Bij mij was het eerst, ik heb ook geen ton op de rekeningen staan. Ik ben begonnen als ondernemer en ik heb heel veel fouten gemaakt, waardoor we al heel snel door het eigen vermogen heen gingen.
Nou, het gaat nu supergoed, maar het vermogen zit in het bedrijf. Nou, en dan heb ik nog een best wel groot ego die zegt van, nou, ik vind het wel super gaaf om snel op te schalen met het bedrijf. Nou, dan kan ik er nu heel veel geld uithalen, maar ja, dan kan ik niet verder opschalen met het bedrijf. Dus ik had het probleem van, ja, er staat niet 100.000 euro op de spaarrekening. En dan ook nog een probleem, wat sommigen gelukkig wel hebben, dat ik nog 3 ton uit mijn eigen woning kan trekken bijvoorbeeld. Dus ik begon al met een kut uitgangspunt eigenlijk, wat sommigen van jullie ook wel hebben. Dus bij mij was probleem 1, ja, ik kan wel heel veel deals hebben, maar als ik vervolgens toch geen geld heb, dan schiet het ook niet op. Toen vond ik mijn grote vriend Edwin, die zei van, ik vind het wel gaaf dat jij zo'n grote smoel hebt en iets bedenkt wat eigenlijk niet mogelijk is. Ik wil wel met jou meedoen. Ik heb een paar ton aan overwaarde die ik inmiddels heb verzilverd. Ik ben al aardig goed op weg, ervaren vastgoed belegger. En ik geloof dat jij in de komende jaren wel enorm waardevol voor mij zou kunnen zijn. Dus ik sta open voor een joint venture. Nou, is het raadzaam om zomaar met iemand die je totaal niet kent een joint venture aan te gaan? Dan zeg ik zeker niet. Ik doe alles op intuïtie en dat doet deze ervaren vastgoedbelegger en ondernemer ook. Dus we zijn samen met elkaar gaan optrekken. En inmiddels hebben we dus de afspraak gemaakt dat we dus samen vastgoed aankopen. Ja, dan gaat het een stuk sneller. En toen ben ik dit weer gaan kopiëren, ja. En als je eenmaal snapt hoe het werkt met een joint venture opzetten, dan kan je gewoon doorpakken. Dus inmiddels heb ik een paar ton wat ik kan gebruiken aan eigen middelen. Maar het zijn niet mijn eigen middelen. Dus dit is echt wel een hele gevaarlijke strategie om te doen als je een beginnend bent, geen verstand hebt van het investeren in vastgoed of weinig kennis, weinig ervaring. Nou, bij mij past het omdat ik wel ervaring heb en dagelijks met financiën bezig ben. Dus dit is in ieder geval een strategie die ik in mijn challenge ook nog verder laat zien. Terugkomend op de vraag met die deals. Wat ik heb gedaan is gewoon gekeken van, waarom zou een dealsource of een makelaar mij die deal gunnen? Waarom zou die dat bij mij aan mij voordragen? En dan moet je goed gaan kijken van wat kun je aan waarde, kun je bieden, kun je teruggeven aan zo'n persoon. Ja, en dan heb ik weer makkelijk praten. Daarom kwam ik ook op dat idee om 12 panden te kopen in 4 maanden. Want ik had zoiets van, makelaars en dealsources, sommigen weten al wie ik ben en sommigen zien wat voor netwerk ik achter me heb. En dat ik eerder geef dan dat ik neem. Dus ja, dat is een goed uitgangspunt om mee samen te werken. Dus ja, kijk voor jezelf en dat gaan we in de community, laten we dat ook zien. Ja, hoe je voor jezelf waardevoller kan zijn voor je netwerk, dat mensen het meer gunnen. Ander iets is dat ik ben gaan flyeren. Eerst ging ik dat met mijn gezinnetje doen. En bij nummer 197 had ik er geen zin meer in. Dus toen ben ik gaan googlen en ik had contact met Curijn, de oprichter van de Facebookgroep vastgoedinvesteerders. En hij zei, joh gasten, ik besteed het gewoon uit aan een of andere verspreider van flyers. Die drukt het voor je en die verspreidt het. Dus dan kun je 4000 flyers kun je verspreiden, je investeert 1000 euro... Ja, aan een dealsource betaal je ook, 3000 euro. Dus dat zijn dingen om te proberen. Dus in die afgelopen maanden, weken heb ik dat soort dingen gedaan. En dan kun je dus op een gegeven moment kun je dat gaan opschalen. Ja, en dan kun je vervolgens gewoon zelf dealsource worden. Want ja, je haalt gewoon deals uit de markt voor jezelf, zonder dat je concurrentie hebt. Rajesh die vraagt, welke geldverstrekker zou jij aanraden voor de eerste aankoop? Ja, geen één. Daarom heb ik die vergelijking gemaakt. Een soort van gouden gids voor de vastgoedbeleggers.
En die heb ik in het vorige interview heb ik die met jullie gedeeld. Dus dan, Rajesh, dan zou je nog even moeten kijken bij de vorige video later, nadat deze is afgelopen. Ja, dat is net zoals met een auto kopen en dan een autoverzekering aanvragen of een zorgverzekering. Ja, het ligt er aan wat voor soort auto het is, hoe oud je bent. Van allemaal variabelen. En dan komt er elke keer weer een andere geldverstrekker uit die interessant is voor jou. Dus daarom heb ik die vergelijking gemaakt. Dus er is geen eenduidig antwoord op. Dus even kijken. Inmiddels zijn we weer een half uur verder. Dus ik laat jullie nog even de affiliate zien. Hoe dat dan werkt. Dus even kijken of ik de website er weer bij kan pakken. Weet ik niet of jullie mijn scherm zo kunnen zien. Ik ga ervan uit. Marvin, zou jij nog eventjes mee kunnen kijken of dat goed gaat? Als ik niks hoor, dan zal het wel goed gaan. Wat jullie zouden kunnen doen is, als je eenmaal lid bent van de vastgoed community, dan kun je je aanmelden voor een affiliate programma. Hoe het dan werkt, van die €35 per maand aan contributie, die je dus zelf betaalt. Nou, als je dus andere leden ook vertelt van, joh, super gaaf, er zit heel veel waarde in, net zoals met die Facebookgroep, hoe dat is gegaan. Want we zagen echt dagelijks dat leden andere mensen uitnodigden. Dan kun je dus van ons 20% vergoeding krijgen. En dat is dus doorlopend. Als iemand zoiets heeft van, ja, na 2 jaar, ik merk gewoon dat het nog steeds enorm waardevol is. Ja, daar zorgen wij voor, maar daar kun je dus zelf ook voor zorgen. Want het is een community waarin we dingen delen. Maar dan krijg je dus daar ook een vergoeding van. Dus even kijken. Ja, en ja, zo kun je eigenlijk gewoon je lidmaatschap terugverdienen. En we hebben onderaan, even kijken, hebben we ook het partnerprogramma. Er zijn nu 37 partners aangesloten. Dat zijn bijvoorbeeld makelaars, deal sources, taxateurs, vastgoedopleiders. En die krijg je een vergoeding van 50%. Dus je zou, als je zoiets hebt van, ik weet zeker dat ik waardevol ben voor het netwerk, dan zou je dat kunnen aanvragen. Dan wordt de vergoeding nog hoger. Zo stimuleren we het om die community nog waardevoller te maken, in plaats van, we delen gewoon de vergoedingen. Daar komt het op neer. Dus dan weten jullie in ieder geval hoe transparant we dit willen aanpakken. En de oprichters van de Facebookgroepen vastgoedinvesteerders, Curijn en Olaf van Off-Market Deals, daar heb ik deze samenwerking ook mee gestart. Die steunen dit initiatief, want we hebben een paar weken geleden hebben we dus een overleg met z'n drietjes gehad. En we kwamen tot de conclusie dat die Facebookgroepen, ja, dat het zo zijn beperkingen heeft. En we merkten dat we nog meer waarde kunnen leveren als we het op een structurelere manier aanpakken. Dus al die drie Facebookgroepen worden niet opgeheven, maar deze wordt er dus boven gehangen. En ja, zul je dus merken dat er veel mensen naar dit platform zullen trekken. Dus wat wij vanavond willen aanbieden, dus voor de komende, even kijken, 3 uurtjes nog, voor een instap lidmaatschap. En dat zou je dus per maand kunnen doen. Dan zou je kunnen kijken van, ja, ik probeer het gewoon 1 maand. Of als je het vertrouwen hebt, dan zou je dus 2 maanden gratis kunnen krijgen. Morgen gaat die prijs omhoog, omdat we zoiets hebben van, nu
is het nog een community die startende is. Dus hou er rekening mee dat er niet gelijk al 80 deals klaarstaan voor jou. En morgen gaan we het tarief omhoog gooien naar wat het waard is. En nu hebben we dus een instapkorting. Dus als je checkt op de website www.vastgoedcommunity.nl, dan kom je op deze website terecht. Ja, en dit is dus eigenlijk gewoon waar we ook... dit is mijn statement. Dat we een soort van gouden gids, een tripadvisor van de vastgoedwereld worden. Om het transparant te maken. En dat je hier eigenlijk jouw bibliotheek hebt. En jouw netwerk om van alles mee door te spreken. En dan ga ik ervan uit dat je die maandelijkse contributie... dat het gewoon een no-brainer is voor wat jij uit deze community kan halen. En hier vind je nog een aantal beoordelingen over het masterminden. Dus check de website www.vastgoedcommunity.nl. Gaan we weer terug naar de vragen. Joey, wat is nodig aan voorbereidende stukken om overwaarde te verzilveren uit de hoofdverblijf? In de cursus vastgoed te financieren hebben we stukkenlijsten gemaakt. Een onderdeel, een module waarin dat duidelijk wordt uitgelegd, zodat je het echt supergoed kan voorbereiden. Ja, antwoord op de vraag. Ja, het verschilt enorm per situatie. Je moet denken aan je inkomens bestrijden, dingen over de woning. Ja, Joey, deze vraag kan ik niet beantwoorden, want soms hebben we een stukkenlijst van wel 25 documenten. En soms zijn het er maar 15. Ja, in die vastgoedcursus gaan we dat wel benoemen, waar het allemaal van afhankelijk is. En anders zou je een kennismakinggesprek met onze hypotheekadviseurs kunnen inplannen. Ja, en dan zouden we het echt persoonlijk in jouw situatie kunnen doornemen. Joey vraagt ook, is er een verhouding in verzamelinkomen tegen opname per 1000k? Als je bedoelt van, je hebt een bepaald verzamelinkomen, wat zou je kunnen lenen? Ja, dan zou je de maatstaf kunnen aanhouden tussen de 4 en de 4,5 keer je jaarinkomen, wat je kan lenen. Maar het is ook weer afhankelijk van, heb je een hypotheek voor 2013 afgesloten, dan kan dat wat meer zijn dan daarna. Of jij nog leningen hebt. Dus dat zouden we in jouw situatie echt persoonlijk moeten bekijken. Omar die vraagt, hebben jullie contacten met private money lenders? Ja, daar is dus die community voor. En dit is wel echt een enorm goede die jij pakt. Marvin, zou jij deze willen vastleggen? Want dit is wel, als we gaan kijken hoe we die community kunnen versterken. Want je ziet dat heel veel van die... crowdfunding platformen, die hebben lijsten met mensen die willen investeren. Ja, en als we dat nu zelf kunnen gaan doen, dus als je mij vraagt, wat ga je allemaal doen met die community, dan is mijn streven dat ik hier enorm veel waarde in ga leveren. Dat wij die private money lenders dus laten toenemen. Dus ik ga goed kijken hoe we die aan ons kunnen gaan naar ons toe kunnen trekken. Dus dit is een gave uitdaging die ik enorm graag wil aangaan. Want dan kunnen we die community echt heel waardevol maken. Als we... een van de tactieken die ik heb gedaan is ruim 200 panden. Die heb ik op internet gezet. En ik heb gevraagd van wie wilde met mij meedoen om in Leiden een portefeuille met 209 woningen te kopen. Ja, en dan opeens spreek je met mensen die al een paar miljoen, tientallen miljoenen hebben gecashed. Dus ja, dit zijn al strategieën om dit soort mensen naar je toe te trekken. Dus ik ben ermee bezig en komt eraan.
Als je die vraag, wat kan je vertellen over de cursus vastgoed financieren? Ja, goede vraag. Ik heb daar vorige week heb ik daar meer over gedeeld. Eens even kijken. Ik zit even te bedenken. Oh ja, als je gaat naar de website www.vastgoednu.nl, dat is de website die we daarvoor hebben ingericht. Die vertelt meer over de cursus vastgoed financieren. Dus ja, dan kunnen we nu wat meer op die community ingaan. Dus even kijken. Nou, weet je wat? Ik pak hem er wel even bij. Want misschien dat er nog andere zijn. Even kijken of ik hem erbij kan pakken. Vastgoednu.nl. Even kijken of die ook al is gedeeld. Dan neem ik die ook met jullie door. Dan weten jullie in ieder geval wat er... oh ja, want ik had dat wel aangekondigd. Hè. Vandaag is die live gegaan. Dus het is wel gaaf om hem te laten zien wat er tot nu toe in zit. Eigenlijk is het een... wat ik al eerder zei. Ik heb gekeken naar alle cursussen. Die heb ik met elkaar vergeleken. De vastgoedcursussen. En wat ik heb gedaan is een aanvullende module gemaakt op alle cursussen die er zijn. Dus ze gaan allemaal... Gaan ze globaal in op het vastgoed financieren. En wij zijn specialist in het financieren van vastgoed. Dus ik heb er een verdiepingsmodule van gemaakt. En hou er rekening mee dat ik deze cursus nog wel ga uitbreiden. Dus wat je nu aanschaft, dat gaat alleen maar nog waardevoller worden. Het is niet alleen maar één keer opgeleverd en klaar. Het is er eentje die je kan gebruiken voor... Ja, als je beginnende vastgoedbelegger bent, maar ook als je al een portefeuille hebt van 40 panden. Hij gaat echt heel ver met projectontwikkeling, met flippen. Het transformeren van wat Lia aan het doen is met een bankgebouw waar je dan 20 studio's in maakt. Dus... Er zijn 4 modules over geld. Ja, en die worden dus nog verder uitgebreid. Nou, deze is het meest waardevolle. Al begint het, en dat zeggen alle vastgoedcoaches ook. Als je mindset niet goed is, dan schiet het niet op. Ja, en als je mij vraagt wat is in de afgelopen 2 maanden gebeurd toen je aan die challenge begon. Ik heb, om jullie eerlijk te zeggen, heb ik 1,5 maand. Heb ik echt in de clinch gezeten met mijn mindset, terwijl ik die enorm heb versterkt in de afgelopen 1,5 jaar. Maar ja, als je dus 12 panden roept, kan je wel voorstellen dat je helemaal verstijft. Dus dat was achteraf niet slim, maar dat heb ik met zoveel dingen, dat het niet slim is. Ik moet heel vaak op mijn bek gaan. En jullie weten van mij dat ik ondanks dat soort dingen door blijf gaan en doorgroei. Ik moet altijd extreme dingen doen. Maar met die mindset komt het altijd wel weer goed. Maar ik moet altijd eerst gewoon op mijn bek gaan. De panden. Dit is meer basis. De module geld, die gaat super diep. Ja, en die challenge, die ga ik hier dus in delen. En wat ik in de volgende nog wil doen, en daar ga ik hem mee uitbreiden. Ik ga binnenkort beginnen aan het transformeren van vastgoed, dat ga ik doen met een architect, een bouwkundige en een makelaar. En dan vormen wij een team. We gaan een BV opstarten. Dus joint venture, daar ben ik nu mee bezig. Ik ga 2 joint ventures opstarten. En dus nog ook een projectontwikkeling. Nou, dat wordt dus een derde. Dan gaan we dus met z'n 4 een BV starten. En dat soort dingen ga ik delen. Ik heb inmiddels met Edwin ook een LTD gestart. Om te investeren in Engeland. Ook dat soort dingen ga ik met jullie delen. En dat ga ik dus in deze module ga ik dat met jullie delen. Even kijken. Nou, check deze website
Maar dan ga ik weer terug naar de vragen. Dus check de website www.vastgoednu.nl. Job, die vraagt, zou je met een compagnon... Oh, ik zal nog even mijn scherm weer terugzetten. Yes. Job, die vraagt, zou je met een compagnon samen een appartement 50-50 aankopen met een LTI, een loan-to-income verhuurhypotheek? Zijn er extra stappen die je moet nemen? Ik ga hem eventjes... anders omschrijven hoor, zodat iedereen hem wel snapt. Zou je met een andere persoon een appartement voor ieder de helft kunnen aankopen? Met een LTI verhuurhypotheek. Ja, een LTI, ik neem aan dat jij bedoelt een verhuurhypotheek voor beginnende vastgoedbeleggers, waarbij ze dus nog kijken naar je inkomen. Want LTI betekent loan to income. Dus als ze gaan kijken van hoe hoog is die hypotheek ten opzichte van je inkomen, zijn er extra stappen die je moet nemen. Ten opzichte vergeleken met wat? Ja, het kan gewoon. Je kan bij alle hypotheekverstrekkers, of je nou beginnende bent of ervaren, kun je met meer dan, je kan met 3 of 4 personen kun je gewoon een pand aankopen. Dat is geen probleem. Zijn er extra stappen om te nemen? Ja, ten opzichte van die hypotheekverstrekkers voor de professionals zeker. Ze zijn veel strenger en moet dus absoluut wel passen op inkomen. Omar die vraagt, wat is nu een geschikte rentevastperiode? Nu, wat is nu een geschikte... dat hangt enorm af van jouw eigen situatie. Of jij al meerdere panden hebt of niet. Of jij vermogen hebt wat je achter de hand hebt. Als je een korte rentevastperiode neemt, pak je dus meer risico. Ja, dus dan ga ik kijken van, en mijn collega's... heb jij nog dingen om op terug te vallen? Als jij maar één pand hebt en jouw huurder betaalt niet meer en je hebt een korte rentevastperiode, ben je dus heel gevaarlijk bezig. Dus dan neig ik gewoon naar een wat langere rentevastperiode. Daarnaast, ja, je risicobereidheid. Als jij een partner hebt die al niet achter jou staat en het doodeng vindt wat je allemaal gaat doen, dan zou ik ook alweer eerder geneigd zijn aan een lange rentevastperiode. Dus jij, je hebt de input van, we hebben de economische situatie nu. En dan kun je zeggen van, wat is nu een geschikte rentevastperiode? Ja, dan kan je zeggen van, lekker kort. Vooral als jij ambitieus bent en snel wil groeien. Zou je kunnen zeggen van, ja, misschien dat de rentes de komende tijd toch niet gaan stijgen. Dan kan ik lekker doorpakken, weet je. Dan kun je over 3 jaar je woning weer laten taxeren. En dan kun je weer overstappen naar een andere geldverstrekker zonder een boete. Dus het ligt eraan. Je risicobereidheid, je financiële situatie, wat jouw strategie is, hoe jouw partner erover denkt. Het is van meerdere situaties afhankelijk. Dus het is een lekker vage antwoord, Omar. Wel het beste antwoord wat ik kan geven. Want anders zouden er geen keuzes zijn. Dan zou iedereen gewoon hetzelfde maar gaan doen. Dan zouden er ook geen hypotheekadviseurs bestaan. Jacob, die vraagt, hoi Thierry, ik heb nu ongeveer 1 ton overwaarde op mijn woning. Mijn inkomen is hoog genoeg om er 75.000 euro uit te halen. Hoe kan ik dit concreet gebruiken om te investeren in vastgoed? Ja, als je al hebt gecontroleerd dat jouw inkomen hoog genoeg is en de waarde van de woning ook hoog genoeg is, hoe kan je dat concreet gebruiken om te investeren in vastgoed? De hypotheekadviseur opdracht geven om die overwaarde te gaan regelen. Die taxateur op de woning af te sturen. Je documenten te verzamelen en die hypotheek aan te vragen. Dat zijn de concrete vervolgstappen. Dus check de website www.thuis-hypotheken.nl. Plan een kennismaakgesprek in met mijn collega hypotheekadviseur. En haal die overwaarde uit je woning. Dat is de concrete stap om te nemen. Ja. Dirk die vraagt, indien een Belg en een Nederlandse BV start, met als enige doel de opbouw van een vastgoed patrimonium. Om je eerlijk te zeggen, weet ik niet wat een patrimonium is. Ik weet wel wat een vastgoed imperium is, maar misschien is dat het Belgische woord ervoor.
Even kijken. Welk percentage eigen inbreng verwachten de geldverstrekkers gemiddeld? Even kijken, nu ben ik afgeleid door dat ene woord. Indien een Belg een Nederlands BV start met als enige doel de opbouw van puntje, puntje, puntje. Welk percentage eigen inbreng verwachten de geldverstrekkers gemiddeld? En tegen welk percentage zou deze kunnen financieren? 1 miljoen. Die Nederlandse BV, is dat dan een vastgoed BV? Want dan word je gezien door geldverstrekkers als professional. Als je de Belgische nationaliteit hebt en je hebt wel, dan moet je nog wel laten zien dat je enige binding hebt met Nederland. Ja, dat zou je dus inderdaad kunnen doen met de Nederlandse BV. Het zou wel helpen als je dan ook nog een Nederlands rekeningnummer hebt en al Nederlands vastgoed. Welk percentage in eigen inbreng? Hou rekening met ongeveer 1/4 tot 1/3. Hou liever 1/3 aan. Tegen welke rentepercentage? Tussen de 3,5 en de 4,5 als je vanuit die vastgoed BV gaat investeren. Dat zou ik dan aanhouden. Ja. Isabel die vraagt, mocht ik advies willen om te krijgen of ik geld kan onttrekken uit twee beleggingen? Wat bedoel je met twee beleggingen? Zijn dat dan vastgoedpanden? Bedoel je dan met twee beleggingen? En mijn eigen woning. Wat kost me dat dan? En wat zijn de financieringskosten bij jullie? Goeie vraag. Als je bijvoorbeeld de overwaarde uit je woning wil onttrekken, hou rekening met zo'n 3000 euro. Even globaal. En als je een vastgoedfinanciering bij ons wil aanvragen, dan moet je rekenen op 3400 euro. En als je een volgend pand gaat financieren met een verhuurhypotheek, dan is het 2500 euro. Dus wij beginnen met een wat hoger bedrag en daarna daalt het. We gaan voor de lange termijn relatie. Dus als jij meerdere panden bij ons financiert, dan wordt het goedkoper. Vooral als jij bijvoorbeeld vier panden tegelijk gaat financieren. En helemaal als het er nog meer zijn, dan hebben we maatwerktarieven. Dan wordt het alleen maar minder. Om het specifiek te weten, zou je dus op de website thuis-hypotheken.nl kunnen kijken. En dan over ons. En daar staan alle tarieven heel transparant vermeld. En anders zou je ook een kennismakinggesprek kunnen inplannen. En dan neemt mijn collega het door wat precies in jouw situatie is. Rakesh die heeft wellicht een algemene vraag, maar heb je tips voor je locatieonderzoek bij een object? Waar dien je minimaal op te letten? Dus dit is een van, dan pak je hem op mijn zwakke punten. Vandaar dat ik dus ook met die een makelaar en een bouwkundige en architect om mij heen heb verzameld. Ik heb nu een woning aangeboden gekregen waar superveel aan gedaan moet worden. En dan zegt mijn brein al gelijk, Thierry, je moet nu in paniek raken, want je snapt er geen reet van en je snapt alleen maar wat van cijfertjes. Wat ik heb geleerd is, ga je toch wel aan een leek vragen hoor, daar wil ik gewoon wel eerlijk over zijn. In ieder geval kun je kijken wat voor potentie het pand heeft bij gemeentelijke plannen. Dat je kijkt, zit de bestemming wonen op? Kun je nog geld maken door die bestemming te veranderen als een combinatiepand is, als het winkel is, als het op een industrieterrein is, waarbij de gemeente al plannen heeft om daar woningen van te maken. Daar zou je al waarde mee kunnen creëren. En qua bouwkundige staat, het ligt eraan hoe bouwkundig jij onderlegd bent. Ik kan er nou wel een heel lulverhaal over gaan ophangen en doen alsof ik daar expert in ben. Maar het lijkt me handiger om dan de video van bijvoorbeeld Michel Klaassen terug te kijken waar ik hem interview. En hij is bouwkundige. En ik vind dat veel waardevoller als je die video dan terugkijkt.
Dus even kijken, Marvin die geeft aan. Super gaaf. We zijn nu met inmiddels 150 kijkers op YouTube en Facebook. Inmiddels hebben we 22 nieuwe leden die zijn toegevoegd aan de community. Die actie hebben ondernomen om vanavond van die introductiekorting gebruik te maken. Check de website www.vastgoedcommunity.nl om vanavond nog door te pakken. Om ja, gewoon een waardevol netwerk om je heen te verzamelen. En niet voor niks hebben dus de oprichters van vastgoedinvesteerders en off-market deals, maar ook Lia de Bruin, vastgoedcoach, Robbie van der Oetelaar, makelaar, Mark van der Pol, Tibor Olgers, Simone Levy. Meer dan 20 deal sources gezegd van ja, we willen meedoen aan deze community, want we weten wat je al aan waarde hebt gegeven via de Facebookgroep, via de interviews en via de vergelijkingen. Dus als je zo'n community gaat starten waarbij je ook ja, nog kennis kan inschakelen, kan inhuren, ja, dan maken we er helemaal een waardevol platform van. En ik ben ervan overtuigd dat we hier ja, de meest waardevolle platform van Nederland van kunnen maken. Dus gaaf dat jullie zoveel vertrouwen erin hebben. Top. Even kijken. Gaan we naar de laatste vragen. Even kijken. Mark. Of market deals worden vaak aangeboden zonder voorbehoud. Hoe groot is het risico dat je loopt als je op dat aanbod ingaat? Hele goede vraag, Mark. Loop ik ook veel tegen aan met klanten van ons die ja, zeggen van ja, ik moet gewoon, want anders heb ik gewoon geen koop. Ja, wat dan handig is, dat je wel in de startblokken staat. Dat je exact weet wat je financiële mogelijkheden zijn. Dat je alle documenten al hebt verzameld. En dat je een taxateur of een makelaar al hebt gesproken over wat de marktconforme huur is uit zo'n pand. En wat de waarde in verhuurde staat is. Dus stappenplan wat je kan meegeven is dat je eerst checkt wat je financiële mogelijkheden zijn. En daar hebben we dus die vastgoed blauwdruk voor ontwikkeld. Dat je precies weet dat je dit pand zeker weten kan kopen. En dan kun je dus tegen die verkopende makelaar zeggen van, ik heb al zo'n blauwdruk met de hypotheekadviseur doorgesproken. Ik heb alle documenten al verzameld. En ik heb ook al een taxateur gevraagd wat de marktconform huur is en de waarde in verhuurde staat. Ik bied je dit zonder voorbehoud van financiering. En mijn hypotheekadviseur heeft al aangegeven dat ik binnen 5 weken die hypotheek rond kan krijgen. Dus mijn advies is die vastgoed blauwdruk. Dus als je checkt de website www.vastgoedblauwdruk.nl, dan kun je dus zorgen dat je in de startblokken staat. Ja, en dan zou je dus wel overwogen zo'n bieding kunnen doen zonder voorbehoud van financiering. Nog een andere vraag van Mark. Stel je hebt €100.000 beschikbaar. Is het verstandig om in 2 panden te investeren in een niet-toplocatie of toch 1 pand op een toplocatie? Een hele interessante vraag. Want als je die toplocaties zou weghalen, dan zou ik redeneren van ja, als je het over 2 panden doet, dan kan je optimaal hefbomen. En je risico ook spreiden als de ene huurder niet betaalt, heb je die andere nog. Ja, ik vind het moeilijk. Want, ja, wat is een niet-toplocatie en wat is een... ja, ik vind dit wel een toegevoegde waarde dan van een aankoopmakelaar. Want die weet ja, wat een toplocatie is en wat de potentie dan van die gebieden zijn. Weet je, wordt er nog van alles bijgebouwd, zoals een winkelcentrum of weet ik veel wat. Nu vraagt aan een hypotheekadviseur. Ik zou zo'n vraag echt aan een makelaar vragen. Dat is echt de toegevoegde waarde van een makelaar. Dus ja,
Ik ben niet van het een lulverhaal ophangen als ik jou geen goed antwoord kan geven. Dus ik ben benieuwd, Mark, waar die locatie is. Want dan kan ik je nog koppelen aan een van de makelaars waar we goede ervaringen mee hebben. Stefan, die vraagt, blijf je panden ook in box 3 zodra je een joint venture start? Ook een hele gave vraag, goede vraag. Ja, zo'n joint venture ja, zou je kunnen doen als je iemand enorm goed vertrouwt. Want je gaat dus gewoon een soort van trouwen met iemand. En daar moet je dus enorm mee uitkijken. Dus dit is heel erg persoonlijk. Je kan vanuit box 3 een joint venture simpelweg in het koopcontract komen jouw naam en mijn naam. En we spreken wat onderling af. Stel dat een van ons komt te overlijden. Of een van ons gaat failliet, hoe je daar dan mee omgaat. Dit soort voorbeelddocumenten, die gaan we ook in de community gaan we die, delen. Want ik ben daar nu zelf mee bezig. Dus ja, dat soort dingen kan ik goed met jullie gaan delen. Hoe ik het in ieder geval aanpak. Ja, met die andere, met die drie experts. Dus die projectontwikkelaar, bouwkundige en makelaar. Ja, dan doen we die joint venture dus wel weer in 1 BV. Simpelweg ook omdat wij gaan transformeren. Ja. En we zijn gewoon allemaal experts op ons vlak. Dus de Belastingdienst die zal heel goed kijken naar waar wij experts met z'n viertjes mee bezig zijn. Weet je? Dat is geen box 3. En dat zou je later nog wel naar box 3 kunnen halen. Maar jouw vraag wat betreft die joint venture, heel erg afhankelijk van met wie je dat gaat doen. Is het met je broer of zus, dan zou je dat prima in box 3 kunnen doen. En als het wat verder weg is en het is gewoon iemand die een hele grote zak met geld heeft en die ken je nog helemaal niet, dan zou ik eerder geneigd zijn om dat voorzichtiger aan te doen en dan bijvoorbeeld vanuit je BV te gaan doen. Ja. Mark die vraagt, jullie stellen enorm gave vragen van links naar rechts. Ik kan me voorstellen dat het heel waardevol is voor degene die kijken. Zou je de inzet van een vastgoedbeheerder aanbevelen? Heeft wel impact op de NAR. Nou, de NAR is netto aanvangsrendement, maar is wel iets zorgeloze slapen, toch? Ja, ik vind hem heel goed. Het ligt er dus aan of jezelf bouwkundig onderlegd ben. Ik ben dat dus niet. Ik ben nu met een pand bezig in Tilburg. Nou, dat is iets van 2,5 uur van mij vandaan. Nou, al om die reden, ja, neig ik al naar een beheerder. De afstand, dus dat is al één. Twee, ik ben niet bouwkundig onderlegd. En drie, heb ik tijd over? Nee, als ik niet aan het werk ben, dan wil ik volledige focus hebben op mijn vrouw en onze drie kinderen. Dus ja, dat zijn voor mij al drie inputs, waardoor ik heel snel naar een beheerder neig. En je hebt beheerders die vragen 5% voor bijvoorbeeld het coördineren als je met kerst wordt gebeld en een cv doet het niet. Dan heb je nog 2% erbovenop voor het financieel beheer. Vaak zie je tussen de 5% en 7% wat zij dan rekenen. Ja, dat is inderdaad enorm veel geld. En je hebt ook beheerders die een vast bedrag per maand vragen. Je hebt zelfs beheerders die zeggen van, nou, wat voor huur wil jij? Ik zit te denken aan €900 per maand. Oké, prima. Dan maken we er nu €1100 van. Dan gaan we het voor jou verhuren aan een bedrijf die €1100 betaalt. En wij houden €200. Dat soort bedrijven zie je ook. Ook dit soort dingen wil ik transparant gaan maken in de community. Er is een aparte module over vastgoedbeheerders. Ja, en zie je het zo, daar streef ik echt naar dat wij als thuis vastgoed, de mastermind, kwaliteitsnormen gaan. De namen die in deze community naar voren komen, dat moeten gewoon kwaliteitsbureaus zijn. Ik heb beheerders over de vloer gehad waarvan ik echt zoiets had van
je komt gewoon je afspraak niet na. En die noem ik dus ook niet. En de andere, gelukkig ook niet. Dus we kunnen met z'n allen kunnen we die kwaliteit goed waarborgen. Van goede beheerders, met goede prijzen. En dan kunnen we dus ook gewoon doornemen van, oké, deze gast die vraagt 5%. Maar hij is wel zijn geld waard, want dit zijn alle ervaringen en dit doet hij er allemaal voor, weet je. 5%, je moet je altijd afvragen, vergeleken met wat is dat duur? Wat levert zo'n persoon? Dus eens even kijken. Ja, dus dat speelt ook nog wel mee. Weer terugkomend op mijn partner. Mijn vrouw vindt het gewoon heel spannend. Dus om haar mee te krijgen in deze reis om te investeren in vastgoed, geeft het haar gewoon rust als we dit uitbesteden, dit soort dingen. En dat vind ik ook wel een enorm belangrijke. Ja, dan maar een lager rendement, maar een goed huwelijk. Sam, wat is het effect van een vastgoedhypotheek op een eigen woninghypotheek? Kan je minder eigen woninghypotheek krijgen als je een beleggingshypotheek hebt? Hier heb ik een uurtje geleden wel al aardig over uitgeweid. Sommige geldverstrekkers, en zo was het een half jaar geleden bij bijna allemaal, redeneren van, Sam, als we jouw aanvraag zo beoordelen, zien wij dat jij niet alleen maar afhankelijk bent van jouw inkomen of jouw winst uit de onderneming, maar je hebt ook een aantal panden, daar hou je een winst uit. En een stukje van die winst, die gebruiken wij en daarmee gaan we jouw inkomen verhogen, zodat jij juist nog meer kan lenen. Nu gebeurt dat na een half jaar nog steeds. Sommige geldverstrekkers kijken er zo naar. Dan heb je de geldverstrekkers die zeggen van, zo'n verhuurhypotheek die staat nu geregistreerd bij BKR. En vooral bij de professionals zie je dat de juridische looptijd bij de hypotheek voor professionals kort zijn. Je hebt een juridische looptijd van bijvoorbeeld 5 of 10 jaar. En dan redeneren ze van, het zou best zo kunnen zijn dat dat geld na 5 of 10 jaar wordt opgevraagd in een kutmarkt. Dus dat vinden ze allemaal spannend. En dan staat er in BKR, staat er vermeld, de juridische looptijd 5 jaar. Stel dat je 80.000 euro hebt geleend, dan rekenen zij van, oké, dan zou het in potentie zo kunnen zijn dat je 80.000 euro in 5 jaar moet terugbetalen. En dan kun je geen hypotheek krijgen. Dat hebben we ook al meegemaakt, dat sommige hypotheekverstrekkers daar zo mee omgaan. Dus wat ik wil gaan doen, en dat kost me echt fucking veel tijd, is jullie als vastgoedbeleggers gaan helpen. Jullie willen allemaal nog wel een keertje, of bijna allemaal, een eigen woning kopen. Dat ik in kaart ga brengen welke geldverstrekkers er makkelijk omgaan met een verhuurhypotheek en welke niet. En daarom kan ik dus, die Facebookgroep, jullie hebben al gezien dat die wat rustiger is dan een half jaar geleden. En dan kunnen we met z'n allen zeggen van, we willen geen betaalmuren om platformen, maar ik kwam met Curijn en Olaf kwam gewoon tot de conclusie, die Facebookgroepen, als je allemaal een baan ernaast hebt, dan kun je dat gewoon niet constant maar moderaten, bijhouden. Dus in deze betaalde community wil ik met jullie afspreken dat ik dat ook transparant ga maken. Ik kan me voorstellen dat jullie daar dan enorm mee help, want we willen allemaal een eigen woning kopen. Welke geldverstrekker zei ik erover en welke niet? Dat is er eentje. En ik had er nog eentje die ik transparant wilde maken. Maar die weet ik niet meer. Waar we met z'n allen ook nog tegenaan lopen. Wat ook fucking veel tijd kost om dat transparant te maken. Nou, daar kom ik nog eventjes op terug. Nogmaals, check de website www.vastgoedcommunity.nl om vanavond nog voor die instapprijs mee te doen. Dan weten jullie in ieder geval wat er allemaal aan gaat komen aan waarde. Jullie kennen mij, de meesten kennen mij en weten dat ik enorme waarde ga brengen. En dat het nu een begin is, deze mastermind. En over een half jaar staat er echt, ik weet zeker, ik ben van het visualiseren, staat hier het meest waardevolle community voor vastgoedbeleggers van Nederland. Daar ben ik van overtuigd, dat weet ik zeker, dat ons gaat lukken. En dat zie je wel aan de samenwerkingspartners 37 die met ons mee gaan doen.
om dit platform omhoog te trekken. Maarten die geeft aan, er wordt soms wat weinig ingegaan op de risico's bij hefbomenstrategie. Vraag me af, als je meerdere panden hebt en er komt een crisis, kan het dan zijn dat de bank je gaat verplichten extra af te lossen? Ja, ik ben daar ook voorstander van. Ik probeer het al zoveel mogelijk te doen om alle nadelen van te investeren in vastgoed ook te benoemen. Ik vind dat ik daar een zorgplicht voor heb, omdat heel veel toch een kennisachterstand hebben wat betreft financiën. Dus als je dan een expert beluistert of inschakelt, ik vind gewoon dat diegene je dan moet attenderen op de gevaren. Dus bedankt ook Thomas dat jij dat ook doet. Hoe het werkt, beginnende vastgoedbeleggers, en dat houdt in als je minder dan 5 panden hebt, over het algemeen dan, bij die verhuurhypotheken staan de contracten op 30 jaar. En dan werkt het eigenlijk hetzelfde als met een eigen woninghypotheek. Dat al loopt je rentevastperiode na 10 jaar af, dat er dan geen ene fuck gebeurt. Dus als jouw woning dan minder waard is dan de openstaande hypotheek, gebeurt er niks. Bij de professionals loop je daar een groter risico in. Want dan zie je dat die rentevastperiode, stel dat je bijvoorbeeld 5 jaar hebt afgesproken, dan zie je dat de juridische looptijd ook vaak op 5 jaar wordt gezet. En vervolgens loopt zo'n hypotheek na 5 jaar af en dan krijg je een verlengingsvoorstel. Maar in potentie zou het zo kunnen zijn in een crisis dat ze kunnen zeggen van wij gaan de woning taxeren. Nou, als ze heel bij de hand zijn, zeggen ze ook nog en de kosten leggen we bij jou neer. En we zien dat er €5.000 verschil in zit. We willen toch wel dat jij gaat bijstorten. Dus voor de professionele vastgoedbeleggers, als je meer hebt dan 4 panden, wat Maarten zegt, ja, ik ben het ermee eens. Daar loop je een risico in. En vooral als je nu een crowdfunding platform pakt, dan kun je tot wel 100% kun je financieren. En die platformen die zijn ervoor bedoeld dat je kort geld leent en hem daarna gaat herfinancieren. Dus na 3 jaar wil je gaan herfinancieren, maar we zijn in een crisis beland. Je bent je onderneming kwijt of je baan. Maarten, dan loop je daar enorm veel risico in. Dus crowdfunding platformen in mijn module bij de cursus vastgoed financieren. Benader ik dit soort dingen ook. Vooral crowdfunding platformen zijn meer, vind ik, voor de ervaren vastgoedbeleggers dan voor de beginnende. Dat je zegt van, ik ben beginnend, dat zie je wel vaker. Ik ben beginnend en ik heb €0 spaargeld. Hoe kan ik beginnen? En dat dan sommigen zeggen van, dan moet je gewoon naar een crowdfunding platform gaan. Dan kan je tot 100% financieren en kun je zo beginnen. Super gevaarlijk om te doen, ja. Jeffrey die vraagt, ik heb een goed lopend bedrijf en ik wil geld uit deze onderneming investeren in vastgoed. Is het slim om een vastgoed-BV te starten en de panden hierin te hangen? Sommige vragen moet ik nu 2 keer lezen, omdat we al we zijn al meer dan 1,5 uur bezig. En dan gaan mijn hersenen een beetje aftakelen. Dus vergeef mij eventjes dat ik hem 2 keer moet lezen. Ik heb een goed lopend bedrijf en ik wil geld uit deze onderneming investeren in vastgoed. Is het slim om een vastgoed-BV te starten en de panden hierin te hangen of privé uit te keren en dan panden aankopen? Geen van beide. Ik zou eerder aanraden, maar dit zou je dus ook met je boekhouder of accountant kunnen doorspreken. Wat ik vaak zie gebeuren is, als je een werkmaatschappij hebt en daar een holding boven hebt, maar sommigen hebben maar 1 BV, dat kan ook. Maar als je een holding hebt, dan zou je, en daar zit heel veel geld in, dan zou je geld kunnen lenen vanuit de holding aan privé. En dan kan je holding daar een behoorlijke rentepercentage voor vragen. Maar who cares, die holding is toch van jou. Dus die holding die maakt dan goede winst op jou. En dan hoef je nog niet af te rekenen met de Belastingdienst. Want dat geld wat in die holding zit, dat is bruto geld, om maar zo te zeggen.
Ja, dus dat is ook weer belastinguitstel wat je daarmee mee hebt. En zo ga je eigenlijk een bankje spelen voor jezelf. Dus ja, dat is gewoon super interessant om te doen. Rajesh die vraagt, hoe beoordeel je dat het geen goede off-market deal is? Hele goeie. En wat ik wil gaan doen is, we hebben in die community hebben we een afgesloten module off-market deals. En zoals je op de website www.vastgoedcommunity.nl kan zien, is dat je vanavond die aparte module off-market deals voor iets van €7,50 of zo, nee, in ieder geval voor een no-brainer prijs, kun je die erbij krijgen. Let op, er zitten nu nog niet heel veel deals in. Die deal sources die zijn nu aangesloten en die gaan nu de eerste deals daarin in plaatsen. En wat wij gaan doen, is ze doorrekenen. En ja, dan zetten we er ook bij dat dit een bar heeft van bijvoorbeeld 4% of 5%. Of let op, bij dit pand kan zo zijn dat er meer huur wordt gevraagd dan volgens de puntentelling mag. Dus Marvin die corrigeert mij. Vanavond is het €5 en morgen gaan we hem verhogen naar €7,50. En het basispakket die gaat dus ook omhoog. Dus hou er rekening mee, ja, dat het gewoon nog super interessant is om vanavond in te stappen. Maar je kan het ook zelf doorrekenen, want wij stellen we hebben een link naar de rekentool. En dan kun je het ook zelf doorrekenen. Eens even kijken. Dus ja, daar gaan we bij helpen, Rajesh. Ja. We zijn op kwart voor 10. Ik vind het super gaaf dat er zoveel mensen elke keer kijken. Vergeet niet op de abonneren knop te drukken op YouTube om nog meer video's te volgen. En ik zie jullie graag aan de andere kant op de website vastgoedcommunity.nl. Dan gaan we jullie enorm veel waarde geven. En als jij de cursus vastgoed financieren wil checken, kijk dan op de website www.vastgoednu.nl. En een ander iets is, we hebben enorm veel waarde voor jullie, is check de website www.vastgoedblauwdruk.nl als je zoiets hebt van, ik wil klaarstaan om te kunnen bieden. Want dan plannen we een gesprek in met onze collega hypotheekadviseur, die dan de stukken bij je gaat opvragen. Vervolgens heb je een adviesgesprek. En dan wordt er een blauwdruk gemaakt. En vervolgens kun jij, zij eigenlijk startklaar om te gaan bieden. Super. En Marvin die geeft aan dat er inmiddels 27 nieuwe leden zijn. Super gaaf. Enorm bedankt voor jullie vertrouwen dat jullie in mij stellen om deze community zo op te zetten. En dan gaan we hem nu verder van waarde voorzien en opschalen. Nou, claim jouw korting nog vanavond om erbij te zijn. En dan zie ik jullie aan de andere kant. Nogmaals bedankt en nog een fijne avond. Dan ga ik hem bij deze afsluiten.